Het beeld van prins Frederik Hendrik, 1584-1647, vaardoor Nick Kortekaas uit Naaldwijk, werd op 9 december 1991 onthuld door de commissaris de Koningin in Zuid-Holland, meester S. Patijn. De plaatsing werd mede mogelijk gemaakt door met steun van de overheid, het bedrijfsleven en het Oranje Comité Naaldwijk. Zo, ik vind dit zo'n mooi huisje. Kijk dan, mooie glas- en loodraampjes. Geweldig. Heel gaaf. Kijk dan hoe mooie details er ook gewoon in zitten. Hé. Hoe mooi is dit? Kerkje erachter. Dorpstraat. Mijn meisje die zit daar ook lekker. Mijn meisje zit daar al op de loer. En dan staat mijn ventje hier al. Ga eens maar zitten, schat. Ga eens maar zitten. Wie is dat mooi zo? Hé. Hey. Pikkie. Hé, hey, Pikkie Pik. Hé, schatje. Hé, hey, kijk eens. Haha, ben je mooi. Ja, je bent mooi, hè? Ja. Kleine kluifjes? Nee. Maar ook geen grote kluiven.
Lekkere schat. Dat is hier lekker, ja. Yeah. Kom op de grond pleuren, schat. Of daarop. Het wordt een beetje koud in mijn handjes. Ja, en een beetje koud in mijn handjes, schat. Kijk eens, alsjeblieft. Dat is hier lekker. Dat is je lekker. Moet ik hem eventjes op en op de grond weer knallen voor je? Kan je er dan beter bij? Kom hier, kijk eens. Ja, dan kan je er beter bij, hè. Ja. Dat is je lekkere schat. Dat is je lekker. Ja. Dat is lekker. Ja. Zeg maar, ik krijg ook nooit wat van mijn vrouwtje. Ik krijg nooit wat. Nee, helemaal nooit wat. Ik ben ook nou lekker aan het kluiven. Dat is lekker, schat, hè. En nou ben je weer lekker. Lekker zoet. En ben jij blij? Ik ben blij. Waarom ben jij blij? Omdat we nu... Ja. Eindelijk. Ja. Iets nieuws kunnen doen. Ja. Wat er nog niet is. Nee. Voor deze week. Dat is mooi. Precies. En het is nog nuttig ook. Dat is mooi. Het enige is dat ons eigeninitiatief, alle punten, is een beetje te breedschalig. Dus... Wat ik ook al een beetje zei. Ja, dat zei je ook al. Maar goed, de kans heeft een paar punten uit. Maar eigenlijk alle punten van dat is er allemaal al. En wat er nog niet was, daar kan de gemeente mee aanzetten. Ik zeg van nou, Zuidhout heeft het wel. Hier is het niet. Nee. Wat denken jullie ervan als jullie dat gaan doen? En nou, wat gaan we doen? Wat gaan wij doen? Iets heel belangrijks. Namelijk AED's. Ja. Onderhoud, aanleg, plaatsing, et cetera. Alles met AED's. Mooi zo. Dus we gaan straks nog even kijken of er nog meer mensen in de buurt zijn die mee zouden willen doen. Ja. Van de gemeente krijgen we nog een bericht, e-mail, iets. Om contact te leggen met Bezuidenhout. BHVT volgens mij. Ja, volgens mij wel, ja. Bezuidenhout. En daar hebben ze alles al opgericht, ingericht. Ja. En even lekker bij zitten. Daar kunnen we nog wat informatie van krijgen. En onze vriendin van de gemeente, die gaat mee met het eerste contact. Dus dat is heel mooi. Ja. Ik ben er blij mee. Waar ik ook blij mee ben, dat is helemaal voor jou. Dat is een cadeautje voor jou. Dat is mooi. En die mag gaat... Je, mag je nog niet zien? Oké. Okay. Weet je wat dat er is? Nee, weet ik nog niet. Ja. Ik heb niks gezien. Niks gezien, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Voor later dit jaar. Dat is mooi. Precies, heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Correct. Mooi. Je hebt het wel gezien. Geen idee. Ja, jij zegt dat het mooi is, dus dan zeg ik ook gewoon weer dat het mooi is. Ik vond het mooi. Je hebt het een keer in je handen gehad, heb ik gezien. Toen vond je het mooi. Nou ja, ik heb dit in mijn handen gehad, dus ja. Dat is niet voor jou. Oh, oké. Niet voor de poes. Oké. Voor de hond. Mooi. Dat is mooi. Maar je bent blij dat wij dus iets nieuws op hebben kunnen starten. Ja, ja. Toch weer nuttig voor de wijk. Iets wat er nuttig is, wat er niet is. Waar je niemand mee in de weg loopt. Waar je ook geen gegeven gezicht hoeft te trekken. En, nee. Ja, ik heb er een goed gevoel bij. Mooi. Dat is een beetje wazig. Ja, altijd wazig. Ja, zo is veel beter. Kijk. Ja, zo weer beter. Zo een stuk beter. Helemaal mooi. Ja, en we zijn dus blij in dat wij weer wat nieuws hebben. Precies. Heel blij. Kunnen bereiken voor in de werk. Ja. Zeker. Dus zeker onze media die gaat ook nog daarover ingelicht worden. De media, zoals Facebook. Ja. Facebook, Twitter.
Ja, dus hou ons goed in de gaten wat we dus allemaal aan gaan doen. Precies, en dit is het eerste medium, YouTube. Toch? Ja, precies. Ja, het gaat een stuk beter. Wat, losser. Ja. Kijk, kan ik dit doen? Hoe? Ra. De cirkel. Nee. De ring, wat is het? Geen idee. Iets. Ja, precies. Welkom allemaal bij onze nieuwe kookvlog. Ja, we gaan een kookvlog opnemen, dat is leuk. En de eerste, eigenlijk, officieel, we gaan eten. Aardappelen, moet ik nog even schillen. Met witte bonen in tomatensaus, lekker. En met speklappies. Dus daar gaan we nu eerst mee beginnen met aardappelschillen. Ja, en mijn ventje is aan het afwassen. Hij schat. Hi, ook bezig? Ja, ook bezig. Kijk. Lekker bezig met z'n tweeën. Kijk, aardappelen. Even nog een keertje, even goed in beeld. Want nou heb ik even iets meer. Ja, witte bonen in tomatensausje. En speklappies. Oh, dus ja, we gaan jullie even gezellig meenemen in onze allereerste kookvlog. Van onze vloggen. Ja, ik moet alleen nu eventjes een... wil je even trouwens de stekker van de waterkoker eruit doen, schat? En eventjes mag ik die bakje even als hij leeg is? Ja, dat kan je gewoon allemaal buiten. Want dan kan ik gezellig schillen. Anders lukt het niet. Nee. Jammer is dat, hè? Ja, dat vond ik nou ook. Maar oké, dat maakt niet uit. Heeft allemaal niet. Nee. Dit is onze allereerste vlog. Onze kookvlog, wat ik net ook al zei. Ik weet niet hoe het gaat. En hoe het zal gaan verlopen. Ook niet. Hij ook niet. Ik zit nou wel in jouw vaarwater, maar dat maakt niet uit. Ik zal niet heel ver lopen, maar... Ik zal even hier naartoe gaan. Kun jij daar naartoe? Is deze leeg? Ja, die is leeg. Alleen die moet even schoongemaakt worden. Nog een klein beetje. Ja, nog een klein beetje. Ook goed. Mini. Maak ik wel even schoon nog met het droge doekje. Ja. Ook goed. Ah, waarom bemoei ik me er ook trouwens mee? Hè? Ja, maar. Mag dat? Ja. Oké. Okay. Ja, oh ja. Mochten jullie eens een keertje wat hebben zoiets van, nou ja, misschien dat wij eens een keertje een productreview gaan doen en zo, weet ik veel. Jullie kunnen alles opsturen. Maar, nou ja, alles. Willen jullie iets opsturen? Vraag dan eventjes in een privébericht via Facebook of wat dan ook. Welke postbusnummer? Ja, en wij hebben nog een postbus. Ja, nee. Dat is handig. Maar daar kan niet zoveel in, dus moet op tijd verblijven. Dus ja, dan krijgen jullie ook nog dan even een ander adres waar jullie het wel kunnen sturen. Ja, grappig. En jullie kunnen ook brieven sturen, dat doen we ook aan. Dat mag ook. E-mail mag ook. Dan gaan we daar nog even een e-mail voor maken. Ja. En die komt dan eventjes in de volgende vlog terecht. Dan ook nog even maken, een e-mail. Ja, die is ook zo gemaakt hoor, dus dat maakt niet uit. En anders dan kennen jullie die e-mail hieronder vinden. Kun je in beeld zetten. En anders even in beeld zetten. Ja. Die e-mail wordt nog aangemaakt. Dat is nog leuk. Ja. Dus als jullie vragen hebben of wat dan ook, dan gaan we die ook behandelen. Dat is ook wel leuk. Ja, grappig. Kijken, vragen stellen. Leuk. En de vaste rubriek achterstallige post natuurlijk. Ja. Hoe zei je dat? De achterstallige post. Achterstallige post. Ja. Op het moment dat je nu een vraag hebt, per post stuurt, is het er over 2 dagen, ongeveer. Dus post is per definitie achterstallig. Dat is mooi, maar volgens mij horen de mensen helemaal niet, dus het scheelt. Het scheelt helemaal. Ja. En ik ben aan het aardappelschillen. Kijk, dat is ook leuk. Precies. Hè? Ja. Nou, tot zometeen. Nou, de aardappels zijn geschild. Ja. De afwas is bijna weer klaar. Bijna. Ja, nou dan gaan we nu eventjes gas aansteken. Ja, ik weet het is alweer 7 uur bijna, maar oké, maakt niet uit. 14:50. Zo. Die staat nu ook aan, de aardappeltjes.
En ik doe dat toch altijd weer een beetje nog zout bij. Een heel klein beetje hoor, niet heel veel. Kijk. Zo, heel klein beetje, niet heel veel. Al kleine beetjes. Nou, dit is mijn kruidenkastje dus. Hebben jullie een idee hoe ik dit op moet ruimen? Zo ja, graag tips hieronder in de comments. Want ik zie soms het boom het bos niet meer. Nee. Ik vind het nog wel eens soms handig, maar... Ik heb zoiets van, hoe moet ik dit netjes krijgen? Want ik heb zoveel, maar ik weet bij God niet wat ik soms allemaal heb. En dan denk ik wel iedere keer van, oh, ik heb dat, ik heb dat, ik heb dat. Maar dat schiet niet op. Hier heb ik eigenlijk altijd standaard mijn peper en andere kruidjes staan. Ja, en tussen de kruiden heb ik mijn vitamine C braaktablet. Kijk eens, schat, alsjeblieft. Dat is voor jou. Nee, daar mag ook. En dan heb ik hier dus mijn tomatenpuree staan. Tomatenpuree, ja. Oké. Die zijn wel lekker. Ja, en dan heb ik daar maggi. Nou ja, ga zo maar door. Daar mijn macaroni, et cetera. En dan heb ik mijn apparatuur staan. Nou, ik zal natuurlijk hier al andere dingen staan. Glazen, et cetera. Nou, hier mijn intergas. Hier dus mijn koffie en thee en andere pularia's. En daar heb ik mijn grote soepkan staan. Mijn hele grote soepkan. Waar mijn snert dit jaar ook weer in gaat. Nou, daar heb ik allemaal weer plastic. Dus dat gaat ook eens een keer weer daarin. En mijn andere prullenbakjes. Ja. Dus. En nu gaat de andere dingetjes weer in de pan. Ja, even weer ruimte maken voor jullie. Dat is ook wel weer handig, ruimte maken. Ja, ruimte maken voor jullie. Ja, wiepie. Oh ja, schat, mocht jij iets niet open krijgen trouwens. Ja, ik ga eventjes eruit hoor. Kijk, heb ik hier nog een dingetje. Nou, kijk, kun je hier al dus. Hier dus mee. Ik zal het eens even meenemen, dan kun je het laten zien. Wat heb je daar voor apparaat? Ik heb dus hier al een pot. Voor mensen met reuma, zoals wat ik heb, moet ik zeggen, heb ik dus hier al een dingetje. Ja, handig. En die doe je er hier omheen. En dan kun je hem openmaken. Heb je dus een kleinere pot, nou dan doe je hem hier al omheen. Flesje kan ook. Alles kan met dit ding. Kijk, appjes. Kun je hem niet open krijgen? Nou, dan heb je dus dit. Ja, en dan krijg je hem wel open. Dat is handig. Nou, niet meer. Nee. En dan gaat de witte bonen in tomatensaus ook in de pan. Dus er is geen extra tomatensaus bij. Bemoei jij lekker met je eigen zaken. Ik ben aan het koken, wil je? Dank u. Nee. Ik ben aan het koken. Ja, van woorden. Ja. Ja. Nou. Ik heb hier al dus net wat water in gedaan. Dat ga ik altijd even een beetje schuddelen. Ik heb hier al net eventjes een blikje geopend van de tomatenpuree. Doe ik niet altijd hoor, maar deze doe ik er wel doorheen, maar even op een andere manier. Dan wat anderen van mij zijn gewend, of ik zelf. Want ik kook altijd weer op een hele andere manier, altijd. Ik kook nooit hetzelfde. Nee. En hij heeft hem niet helemaal goed geopend volgens mij. Nee, niet, nee. Niet helemaal goed gedaan, dat ding, vandaag. Nee, nee, het wil niet nu, nee. Dan gewoon nog een keertje, even draaien. Nou, dan moet het dus nou wel goed gaan, hoop ik. Ja, dan gaat hij wel goed. Precies.
Gamma. Nou, dan heb ik dus deze weer open. Deze open. Gaat gewoon eventjes hier al in het dingetje. Dan gaat mijn ventje raar kijken van wat ben jij nou aan het doen. Ja. Ik ben altijd raar aan het doen. Met koken. En het is altijd wel lekker, of niet? Niet raar, maar wel lekker. Kijk. Dat kan nou. En dat ding. Nou, dan ga ik dus weer schudden. Zodat het een lekker papje wordt eigenlijk, een soort van. En dat gaat eroverheen. En dan mag dat schoon en dan mag dat in de grote container. Hè? En dan gaat dat dus ook even op het vuur. Dat is handig. Zo. Dan hebben we alvast de koekenpan pakken. Ja, het ziet er niet uit. Maakt niet uit. Helemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit vandaag. Nee. En alles prima. Jullie ook toch? Nou, een beetje kruiden erbij, een beetje peper eroverheen, over de witte bonen en tomatensaus. Misschien straks er even weer even iets meer kruiden doorheen, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar, denk het wel. Moet wel lekker blijven, toch? Ja. Sambal bij? Nee. Voor mijn maag niet altijd. Misschien wel een klein beetje. Misschien wel. Misschien wel, ja. Waarom ook niet? Een heel klein beetje sambal erbij. Heel klein beetje. Heel klein inimidium mensen. Heel klein beetje. Niet heel veel, maar gewoon een klein beetje. Ieuw. Ja. Doe ik eigenlijk een heel klein beetje sambal. Ik weet niet of jullie dat zien. Ja, jullie kijken een beetje raar in het licht hier, maar een beetje licht bij schijnen. Nou, dat gaat er dus in. Niks meer en niks minder. Hartstikke idee. Tot de licht. Ik weet nou even niet waar ik jullie neer moet zetten. Eet je zomaar er doorheen. En dan laat ik het nou een beetje lekker zo gaan. Even kijken hoe lekker het zo meteen weer wordt. Dus dat gaan we lekker doen. Een beetje alvast even olie in de bakpan doen. Ja, olie in de bakpan doen. Ik wel. Ja. Waar moet ik jullie neerzetten? Dat is mijn grote vraag. Ik weet het nou niet. Nee. Ik weet het nu even. Nou, alles staat op. De aardappelen is lekker aan het koken. Kijk, die staat lekker op. Die staat op. Even laag vuur. Lijkt me wel zo handig. Zo. Lekker uit, mensen. Ja, en ik hou van koken. Kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Ja, toen ging het een beetje beslaan, maar dat is toch netjes hoe dat eruit ziet. Dat is lekker. Ja, dit is lekker, mensen.
Nou, en voor de rest doet alles wel een beetje werk. Ja, en mijn mannetje is denk ik waarschijnlijk even, dat zeg ik, alles staat laag. Dus dan ga ik eventjes naar mijn mannetje toe. Even kijken wat hij nog te melden heeft. Kijk. Lekker sfeer in huis, mensen, kijk. Ik heb daar een lampje aan. Met allebei de katten zijn er nou even niet. Dus volgens mij ergens weet ik veel waar. Kijk. Daar ligt mijn hondje, lief. Kijk. Ja, ze wil waarschijnlijk niet eens erop. Nou, zometeen wel. Ik ben makkelijk dan, wat zij is. Kijk. Ja. Lig je lekker. Lig jij een beetje in je kluif in te bewaken. Kijk. Daar gaat je kluif heen, hoor. Kijk. Waar is je kluif? Waar is je kluif? Nee, niet. Hij dan. En mijn andere meisje. Ja. Hoi, schat. Hoi. Hoe gaat het? Ik ben even aan jouw computer aan het prutsen. Aan mijn computer aan het prutsen. Mag eigenlijk niet, hè? Mag wel, maar niet 's ochtends vroeg als ik net wakker ben, nee. Oké. Okay. Ik zag hier een paar filmpjes staan. Ik denk van, probeer er even iets van te maken. Dat is mooi. Dus, ga je kijken wat het wordt. En dan komt dit er ook nog bij. Dat is een lastige. Wat? Ik ben nu aan het editen. En als ik dit ga editen... Niet waar, je bent nog niet aan het editen. Dat is niet waar. Au. Doe jij nooit au. Doe jou nooit au. Nee hoor, ben je wat te slaan. Ja. Zo. Oké. Okay. Dus. Precies. Heb je nog wat te melden? Nee, niet. Ja, wel weer wat te melden. Want je had een speeltje gekocht. Een leuk speeltje gekocht voor jezelf om met de hond te lopen? Nog niet. Nog niet gekocht. Je had al iets voorbereiding getroffen om met de hond te gaan lopen. Steppen? Ja. Oh, dat. Ja, steppen. Hier, lopen? Nee, steppen heet dat. Steppen. Bikejurking, ja. Bikejurking. Ja. Ach, ik vind het goed met je. Ja, dan met een trainer erop. Is het jurken? Ja, ik vind het goed. Nee, wordt het... Ja, goed hè. Ik ben ook in beeld. Ben je ook in beeld? Ik ben ook in beeld. Dat is goed, hè? Bijna. Altijd weer grapjes. Zit er gewoon naast mij te doen. Dat ben jij. Maar we hadden dus een step geregeld. Jij dan? Ja. Zo kan ik niks zien. En die moest op een bepaald moment vervoerd worden. En zo, doe eens normaal. Jemig, oh, dit is normaal voor jou natuurlijk. Ja, dat is echt te trekken. Maar goed, die step moest vervoerd worden. Dus dat ging op bijzonder naar volgende wijze. Eigentijdse wijze. Met twee spinnen. 20 elastiekjes. En... Eén fiets. Toch? Ja, oké. Okay. En ja. Van de tocht hebben we zelf ook een stukje gevlogd, gefilmd. En, maar jij ging ze wat onderuit. Kijk, dat is leuk. Maar dat gaan we niet filmen. Niet. Dat kan onderuit gaan. Jawel, dat gaan we wel filmen. Ja, ja. En ik laat jullie even alleen met hem. En dan ga ik eventjes naar de keuken. Oké, okay, nou we gaan dus even een filmpje kijken. Er zit iets raars in beeld. Kijk, beter aan je jap. Kijk, een stukje film kijken. Een stukje editen, kort clip en plakken. Leuk filmpje. Dan gaan we kijken, dan knippen we dat hier, splitten. Zorg dat er geen andere dingen in beeld komen die niet hoeven. Even kijken. We beginnen gewoon met het eerste filmpje. Eerst even de overbodige personen uit beeld halen. Alle overbodige personen uit beeld halen. Even kijken, dit stukje film.
Het is 10 voor 5. Maar dat kun je niet zien, want zien je straks pas. Dat is vet, ja. 10 voor 5 werd hij naar roepen. Dat is wel prachtig. Dat zie je. Ik zit een goed moment uit te kiezen om te knippen. Knip. Dus, maar goed, dan gaan we even kijken hoe we het vergeten. Zit gewoon een leuke naam. Denk, hier dat nog. 35. En dat was het. 36. Meestal. Opslaan. Hier nou. Kijk, klak, close. Diversum, verlof en de matchup 36. Inclusief dit materiaal natuurlijk. Dat wordt nog spannend. Denk ik toch dat het spannend wordt. Plop. Want wat ik ook heb is een cadeautje voor haar. Maar dat weten ze nog niet. En dat krijgen ze pas later. Dit jaar. Dus. Eet smakelijk, schat. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Kijk. Lekker. Ja. Smaakt die? Nee, prima. Ja. Prima. Verrassend. Want, hoezo? Ik ben niet zo dol op tomatensaus, maar je hebt er iets van tomatenpuree in gedaan. Dus dat is een stuk beter. En wat heb je nog meer erbij? Ei, spek, aardappelen. En iets vochtigs waar ik niet zo dol op ben, maar goed, het valt mee. Ik heb maar een heel klein beetje zuur erbij gedaan, heel klein beetje. Mm-hmm. Maar je eet het wel. Nee. Het is te doen. Lekker hè? En met een eitje erbij, hè? Extra vlees. Vegetarisch vlees. Vegetarisch vlees. Van de vegetarische slager. Nee, een ei. Dat is dus een vegetarisch vlees. Oké. Weer wat nieuws. Ja, maar dat... Filmpje. Ja, precies. Daarom. Ben je lekker. Mooi. Eet smakelijk verder. Jij ook. Dankjewel.